de tafelvoetbaltafel staat erop. De camera. Had ik de camera niet hier neergezet? Ja. Met het statief en al. Ja. En de accu erin. Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Nou jongens, het is weer maandag en we hebben vandaag een hele belangrijke bespreking. Onder het genot van een broodje zalm, een pannenkoek en een rep met zalm. En jongens, wat zijn we aan het doen? We zijn een e-sports bespreking aan het houden. De wereld aan het domineren. World Domination. Dit is gewoon de e-sports meeting van vandaag. En we hebben zelfs, dit is echt heel serieus, een map met aantekeningen. Want er gaat iets gebeuren met de games, de e-sports teams. Als het lukt. Maar wij denken wel dat het lukt. Misschien. Misschien. We hopen. We hopen. Komt goed. Potentie. Zit erin. Is het lekker? Genieten. Het is echt een beetje chaos vandaag op GNHQ. Er zijn best wel dingen kwijtgeraakt. Waardoor we echt gewoon letterlijk minder content hebben deze week. Aan de ene kant ben ik een SD-kaart kwijtgeraakt. Dat ik vrijdag nog zo goed opgeborgen was dat ik die niet kwijt zou raken. Namelijk in mijn tas. Nou, daar ligt het dus niet meer. Oh, ik moet de koffie bijvullen, merk ik. Doe ik ook gelijk even, zo doe ik. En op die SD-kaart stond dus de video-review van Uncharted 4. En nog twee video-reviews van 3DS-games. Kortom, die gaan gewoon niet verschijnen. Want ik krijg de jongens niet meer bijeen. Tenminste, niet op korte termijn. Dus dat is wel vervelend. En het andere is dat de e-sports nieuws is gisteren. Vroeg Tom aan Marcel of eergisteren van, heb je nou op je computer gezet? Ja, zei Marcel, waardoor Tom dus de SD-kaart overschreef met een ander item. En Marcel belde net, ik heb hem toch niet, het was een grapje, hahaha, dat is ook geen e-sports nieuws. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Boys, we hebben een hoofdsponsor voor het Gamers & Team. Er gaat nou echt heel veel gebeuren. Jongens en meisjes, het is vrijdag en normaal is woensdag pakketjesdag, maar volgens mij zijn er wel pakketjes, weet ik, voor blijven liggen. Dus we hebben nu heel veel pakketjes binnen, echt super grote pakketten. Kijk dan, echt 4 pakketten of zo. Peter staat aan het openmaken en we gaan kijken. Peter heeft zich geslapen vandaag, dus die moet nog een beetje opstarten. Ik ben natuurlijk al sinds onchristelijke tijden ben ik wakker, dus het is nog steeds ochtend. Kijk dan! Wat is het dan allemaal? Het is echt gewoon... Jezus. Gewoon een lege doos. Met... Speedlink, mechanical toetsenbord. Maar plastic halen. Slut. Dat is vloggen toch kut. Wie heeft het verzonnen? Zalk. Kijk, toetsenbord in zo'n grote doos. Dat zei je moeder gisteren ook. Volgende pakketje. Schiet ze op. Nee, nou, is er zo'n doos onder, man? Oh, die is ook open. Zit hier wel meer in? Ja. God, dat is in één doos kunnen proppen. Wat hebben we hier nog meer? Soft Gaming Mousepad. Jezus, wat een ding. Zijn moeder ook. En een muis. De Q-doos. Q-doos. Oh, ik laat vallen, sorry jongens. En volgende pakketje. Wat is dit dan? Blue Vinyl Examination Gloves. Waar is dit voor? Oh, het is echt verschrikkelijk licht. Peter, waar is dit voor? Ja. Het is echt heel... Oh, het is per 100 verpakt ook. Het is echt heel smerig, volgens mij. En t-shirts. Oh, fucking veel Doom t-shirts. Ik denk dat we wel heel veel dingen gaan weggeven of zo. Of niet? Is dit voor prijsvraag? Ja. Oké, ik trek mijn broek vast uit. Peter is met... Zo, Daniel, dit is wat. Dan gaan we die onderzoeken, ja. Dat heet de Freedom Search in Amerika. Da! Maar fucking vette Doom t-shirts. En andere goodies. Super vette keycords van een shooting ding. Alleen maar... Wow. Stress dingetjes van Doom. Trustmaster van Trustmaster Doom headset. Kun je winnen. Wat vet. Kun je allemaal winnen. En
Steelcase. Zit daar de game in? Nee, het is alleen de steelcase. Posters. Posters. Doom, hoe heet die dingen? Pins. Pins, posters. En that's it eigenlijk. Hé, hey, er komt een prijsvraag jongens, dus ik zou dat zeggen... Doe mee. En als deze pokkenpender... Doe, hij weet te lang dat Doom erin zit. Weet hij al wel dat we opengemaakt. Hij speelt het, hij speelt het. Als deze takkenpender nog niet genoeg is, kregen we net nog twee pakketjes. Eentje van de stethoscope specialist. Volgens mij is dat super vet. Want er komt binnenkort een nieuw... Mag ik dat al zeggen? Nee, niet wat. Nee, er komt binnenkort een nieuw item op Gamersnet. Met Peter en Tom, de. Maar ze zijn allemaal dingetjes aan het bestellen. Een doosje met pillen. Wat? Serieus? Wat is dit? To avoid suffocation, please keep this bag away from babies and children. Ik wil even openmaken voor je. Ik heb echt geen... Het lijkt wel een soort van... Kijk, ja, je ziet jas. Al wat het is. Het is een jas, schort. Hoe vet is dit? Duurt lang. Wat vet! Een doktersjas. Doktersjas. Hoe geheim. Ik ben wel heel benieuwd naar video-item. Alleen, hij is voor mij, het is een L volgens mij, maar hij is voor mij al groot. Dan kun je nagaan voor Tom, ik ook een L, want die is net zo lang als ik. Het is natuurlijk iets skinnier, hè. Johan, dat maakt niet uit, kom maar goed. Maar niet uit, kom maar goed. Ja, en voor dat, ja, schort. Oh. Net nog een schort. Ja, dat is ook voor Tom. Helemaal goed. Die naar de volgende pakketje. Inderdaad. Goed, het is een piemelmeter. Wat vet! Maar dan medisch. Jezus! Nou, dat is meer dan 26 centimeter hoor. Dat zijn we er ook. Dat past niet op de stream. Nice, hoor je hem? Hoor je hem? Ja, Peter had net ook al verklapt. T-shirtje van Doom weer en shit. En de game zit erbij. En een blaadje en shit. De Xbox One versie. Ik heb natuurlijk geen Xbox One, maar... Nog meer goodies, posters en shit. Maar hier... Zit de PS4 versie in! Yeah! Dus ik ga hem streamen. Ja, als het vlog online is, dan heb ik hem al gestreamd. Nou, dat was het. Dus succes met het succes met de show. Weet ik veel. Waar hoort dat bij? Nee, Doom. Oh. Wat is dit? Leg maar uit. Ik vond die Nederlandse band altijd zo goed. Doe maar. Ja. Klaar ermee. Oké, dit komt maandag dus in de vlog, dus we gaan nog niet vertellen wat het is, want dan is dit nieuwe item, bestaat nog niet. Wanneer komt die live? Ooit? Geen idee, morgen. Oh, wauw, ik kan het precies vertellen. Nee, want we zijn een nieuw item opnemen en dat ben ik dan en Daniel, maar het idee komt van Tom, het is een kindje van Tom. Het is een kindje van mij. En een nieuw item met niet één, maar twee camera's en niet met één, maar twee lampen. Niet met één, maar twee redacteurs, zelfs drie soms. Niet en... één, maar gewoon, ja, toch wel één groen doek. De ja, een groen boek. Ja, maar en een stoel. Het is heel spannend. Wat denken jullie dat het nieuwe item is van Tom? Laat het ons weten in de reacties. Willen we? Ik ging bijna mijn bek. Maar niet uit. Jongens, ik wilde niet vloggen vanavond, want we zijn aan het drinken. Dus dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar op dit moment, op dit moment is het alarm afgegaan op GNHQ. En op meerdere plekken, oftewel de politie heeft echt, die is onderweg. Nou, zij zeggen van, oh, er komt er nu een knip naar GNHQ, maar dat kan niet, want ik ben hier. En Tom is hier ook. Hey Tom. En ik heb gedronken. Yay. Het is Bas' verjaardagsfeest. Het is Bas' man's verjaardagsfeest. Yo, Bas, gefeliciteerd. Yo, thanks. En we kunnen er allemaal niet heen. Oscar gaat erheen. Dat is onze buurman die wel eens in de vlog is verschenen. We gaan straks horen wat er is gebeurd. Superspannend. Ik weet het echt niet, maar er zijn alarmen afgegaan in meerdere plekken in het pand. Oftewel, er is echt iemand en de politie is echt onderweg. Ik wou dat ik er was, want dan hadden we fucking vet kaps, weet je wel. Dat was super vet geweest. Ja, politie op je hielen. Politie op je hielen, hoe vet. Maar ja, dus helaas ben ik er niet. Maar weet je, fantaseer me iets. Is ook prima. Nou, jullie vroegen er je af, hoe zie je eruit, Peter, als je haar niet hebt gedaan? Nou zo. Tom ziet er zo uit zonder haar te doen. Ja. Dat is best wel prima. Om er wel over te spreken. Nou jongens, jullie hebben het gezien vannacht. Ik heb een heel stom dronken gevlogd, sorry daarvoor. Papa's en mama's. Maar ja, goed, ik moet ook wel eens een feestje hebben, vinden niet. Was met Tom was ik op een feestje aan het hebben. Van Bas. Nogmaals gefeliciteerd. Jij. Nogmaals gefeliciteerd. En toen werd het dus ingebroken. Dus onze grote buurman en lief vriend en conciërge Oscar, die heeft die is hier naartoe gesjeest. Die heeft zijn sleutelmaker gebeld. €400. Teringlaaiers. Maar goed. Er is dus een nieuw slot opgebouwd. Maar ja, ze hebben je in de hoeken. Je kan niks zelf de hele nacht wachten. Maar ja, goed, hallo. Wal Pietje niet. Maar Oscar is vannacht dus binnen geweest. Dus hij heeft gezegd: er is niks weg. Volgens mij heeft hij gezegd. Nou ja, hij weet natuurlijk wel wat we ongeveer aan spullen hebben. De tuk-tuk staat er nog. Dat ging het mij vooral om. Maar. Kijk, de klant is weg. Dit alarm doet het nog.
De plant is... Fucking teringlijzer. Oh nee, maar wat vang je de plant? Dus we gaan nou even rond. Zelfs de camera hier staat in ons. Dus die jongens zijn echt... Het alarm is keihard, hè? Dat hoor je direct. Er is ook op dit bedrijfsterrein... Even voor mensen die dingen in hun hoofd halen. Eén uitgang. Dus de politie is heel snel. En je kan nergens anders weg dan die uitgang bij het industrieterrein. Ja, of je moet over het spoor heen. Maar dat is ook geen... Dat is levensgevaarlijk. Maar ze hebben een camera laten staan. Zelfs de camera staat hier nog. Dus het zijn amateurs. Ja, de bluff ze nou niet uit. Dan komen ze een keer weer langs. Alsof ze naar ons kijken. Tukje. Als ze wel naar ons kijken. Hey, extra volgers. Nee, nice. Volg ons even op Twitter. Facebook. Als je de inbreker bent, like ons even. Ja, geef een blauw duimpje. Dan geven wij deze hier terug. Oh, maar waarom die blauw is, dat van die inkt. Die inktbom. Als je het speelt. Nice. De post hebben ze ook nog laten liggen. De jaarbeurs zie ik. Al onze rekening al mee mogen. Rekening van de elektriciteit op de YouTube gathering. Over nazi's gesproken, de jaarbeurs. De sensor zei dus wel dat er iets boven is gebeurd. Ja. Dus stel ze zijn binnengekomen, dan zijn ze wel één keer naar boven gerust. Naar de tafelvoetbaltafel staat er nog. De camera. Had ik de camera niet hier neergezet? Ja. Met het statief en al. Ja. En de accu erin. Holy shit, maat. De camera. Nee. Ja. Dat is wel die ene met het kapotte scherm. Dat is waar. Nee, want die heb ik vrijdag echt hier neergezet. Ja, ja. We hebben ermee Games Radio opgenomen, dus... Ja, maar toen is hij weer terug naar beneden gegaan voor dat andere item. Oh, dan staat hij beneden. Nee, maar toen heb ik hem vrijdagavond heb ik hem weer hier neergezet, volgens mij. Hè? Even beneden. Want waarom zouden ze de camera beneden staan en boven meenemen? Plus, die beneden ziet er gewoon eruit. Het heeft een richtmicrofoon. Ja, maar vergeet niet hoeveel herrie het hier was, hè. Maar inderdaad, hier is ook geen camera. Is hij niet met je mee naar huis? Nee. Oké. Okay. Kut. Nou, camera. En een statief. En een statief. Ik ga de verzekeraar bellen. Minder video's van Gamersnet. Nou jongens, je hebt het gezien. De camera is gejat. We hebben net een videootje opgenomen met dat we op zoek gaan naar de camera online. Dus waar je het ook kan vinden, waar iemand een camera verkoopt. Een Canon XA10 met een, dat is heel belangrijk, gebroken touchscreen. Die doet heel slecht. Het kan ook zijn dat hij dat verzwijgt. Ik bedoel, een crimineel zou er niet zo moeilijk over doen om gewoon een gebroken touchscreen gewoon als... werkend te verkopen. Dat is waar. Regio Bunnik. Dus Regio Utrecht. Regio Utrecht. Dus laat dat... ga ik de zoek even. Zoek mee als je zin hebt. Check even de beschrijving hieronder ook. Daar staat een linkje naar de video die we net hebben opgenomen. Rest mij jullie niks anders te zeggen dan bedankt voor het kijken. Dat wij hopen op een betere week dan vorige week qua dingen gestolen hebben zijnde. Hopen eigenlijk deze week... we streven naar nul dingen die van ons gestolen worden. Ja, dat is goed. Nou, wel ambitieus. Maar... we staan nu in het illegale circuit. We ja, we zijn nu bekend. Vast stoppunt, Ik hoop het niet. Ik ga naar huis aangifte doen en zo. Tom, wat moeten die jongens doen? Nou, je mag in ieder geval liken. Ondanks dat het natuurlijk niet leuk is dat er iets is gestolen, dan mag je op YouTube zeker liken. En hey, reageer. Wat wil je zien? Vond je het leuk in de vlog? Was het spannend om iets mee te kijken van dat wij dronken waren terwijl er werd ingebroken op KNSQ? Laat het ons allemaal weten hieronder in de comments en voor de rest doe je ding en vooral snel weer tot volgende week of ergens anders op Gamersnet. Ja, en check gamersnet.nl, want er zit alle content natuurlijk een dag eerder. Bedankt voor het kijken, tot volgende week. Peace. Vrede. Uit. Out. Nee, ik bedoel, zet hem maar uit. Oh.